In dit filmpje laat ik jullie een kniptechniek zien. Ik heb daarin gewerkt met ronde lagen en de voorpartij is wat langer. Hij is uiterst geschikt voor een lengte van half lang tot heel lang en ook uiterst geschikt voor de klant met krulhaar. Ga kijken naar deze leuke techniek en volgende week plaats ik een kleurtechniek die past bij deze kniplijn. Veel kijkplezier! Hierbij het eindresultaat van mijn ronde lagen met toenemende lagen aan de voorzijde. Deze kniplijn is uiterst geschikt tot half lang tot lang haar en ideaal voor diegene met krulhaar. De afdeling die ik maak is een centimeter achter het hoogste punt en loopt een beetje licht diagonaal achter het oor weg. Het volgende is twee lijnen nemen op de ronding van het hoofd zodat ik een bovenste vlak heb, twee aan de zijkant, dan een rechte lijn op het achterhoofdbeentje zodat ik op het achterhoofd en onder ook een passé heb afgedeeld. Met de kamcontrole techniek bepaal ik mijn lengte. Wanneer je langer haar gaat knippen in deze lijn, dan is je onderste lengte ook veel langer dan deze lijn. Ik ga werken met ronde lagen. Ik neem in het midden een passé en mijn gidslijn is de onderste passé. Kijk, daar sluit ik er mooi op aan. Mijn vingers zijn evenredig aan de schedelvorm en op die manier knip ik mooie ronde lagen. Ik werk met een reizende gidslijn, dus ook met de ronding van het hoofd ga ik mee met de lagen. Ik neem telkens mijn vorige passé mee na mijn volgende, dat ik op die manier een mooie ronde lijn creëer en dat ik alle passés mooi op elkaar kan aansluiten. Elke passé komt loodrecht uit de hoofd uit. Op die manier weet ik dat ik met mooie ronde lagen aan het werk ben. Vanuit het midden werk ik altijd eerst zelf persoonlijk mijn weg door naar rechts. En dan vanuit daar ga ik weer terug naar het midden en werk mijn weg door naar links. Dat is voor mij gewoon een fijne manier om te werken. Zoals je hier ook kan zien neem ik fijne passeetjes op. Telkens hou ik mijn gidslijn aan van mijn vorige passé. En wanneer ik dan zo dadelijk helemaal klaar ben, dan kijk ik in de tegenovergestelde richting of mijn laag daadwerkelijk mooi rond is. Vanuit hier ga ik de afdeling op het achterhoofd knippen. Ik maak het haar lichtvochtig en ik begin in het midden, hetzelfde als aan de onderkant, met een afdeling. Die afdeling die is ongeveer 1,5 centimeter is die breed. Dit vlak is te groot voor mij om in één keer te kunnen knippen, omdat de afdeling breder is dan ik in mijn vingers kan vasthouden. Ik neem de gidslijn aan van de onderkant en zoals jullie kunnen zien, heb ik mijn afdeling in tweeën gesplitst en ik werk op die manier mijn weg naar boven. Wat belangrijk is dat je vingers constant evenredig zijn aan de schedelvorm. Dus elke haar komt 90 graden uit de hoofd uit om op die manier die ronde lagen te creëren die ik ook wil zien. Ik werk nog steeds met een reizende gidslijn om op die manier ook weer die rondheid die ik wil zien in mijn eindresultaat te versterken. Je begrijpt wanneer je met langere lengtes begint, dus je eerste kniplijn is bijvoorbeeld twee keer zo lang, dan zullen je lagen ook twee keer zo lang zijn. Je beginpunt is dus heel erg sterk bepalend voor je eindresultaat. Het vlak op het achterhoofd is een exacte kopie van je onderzijde. Dus je sluit alles mooi op elkaar aan, neem constant je gidslijn mee, dat je jezelf niet kwijtraakt in de coupe. Want alles moet netjes en mooi op elkaar aansluiten. Je hebt natuurlijk je gidslijn van de onderste passé waar je hem op aan kan sluiten. Je neemt je vorige kniplijn neem je mee, ook die gidslijn zie je tussen je vingers doorkomen. En op die manier sluit je alles mooi op elkaar aan. Ik werk nu met mijn schaar en dat is een prima manier om te knippen, maar ik zou er ook voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld met een mes alles gelijk te kunnen snijden of met een inkniptechniek. Dat is aan jezelf wat je zelf fijn vindt. Wanneer ik dan klaar ben met het vlak op het achterhoofd, begin ik aan de zijkant. Ik ga nu werken met een vaste gidslijn. Dus dat wil zeggen dat ik alle passés naar één bepaalde lijn toetrek en dat er extra lengte aan de voorzijde ontstaat. Dus hier neem ik mijn vaste gidslijn. Ik projecteer het haar diagonaal achterwaarts naar de ronde laag die ik daarvoor heb geknipt en ik sluit hem daar mooi op aan. Elke keer neem ik weer een passé, dat trek ik naar achteren, naar mijn vaste gidslijn en sluit hem daar weer mooi op aan. Wanneer ik werk met een vaste gidslijn, dan zal de passé tussen mijn vingers steeds dikker worden, want ik moet telkens terug naar het eerste startpunt om die extra lengte aan de voorzijde erin te creëren.
werk met dunne passés, sluit mooi op elkaar aan en op die manier krijg ik extra lengte aan de voorzijde. Dezelfde techniek herhaal ik aan de andere zijde. En nu moet ik wel iets zeggen. Ik was natuurlijk met die camera's bezig en normaal gesproken zou mijn lichaam aan de andere kant zijn. Dat ik altijd knip van laag naar hoog. Want hier zien jullie dat ik knip van hoog naar laag. En dat is voor je lichaam iets meer belastend. En plus is het ook makkelijker knippen van laag naar hoog. Maar als ik dat zou doen, dan stond ik weer met mijn lichaam voor de camera. Dus het is voor mij soms een beetje, nou ja, kijken hoe dat beste in beeld is. Dus op deze manier is het beste in beeld. Maar ga je dus je klant in de salon zo knippen, ga dan aan de andere kant staan dat je van laag naar hoog knipt. Wanneer ik het dan naar beneden kam, zal je zien dat er nog een klein puntje uitsteekt. Met de kamcontrole techniek sluit ik hem net eventjes mooi aan. Wanneer ik dan klaar ben met de zijpartijen, dan komt het laatste vlak aan de bovenkant. Ook nu deze passé weer in tweeën splitsen. Ik pak mijn gidslijn erbij van de kruinpartij en ik projecteer alles heel sterk naar achteren. Zodat er een sterke diagonale lijn voorwaarts gecreëerd wordt. Want op die manier heb ik aan de voorzijde ook weer extra lengte. Ook nu weer komt elke passé loodrecht uit de hoofdhuid. Omdat ik bovenop dan ook wel die ronding wil creëren die ik op het achterhoofd ook heb aangehouden. Ik werk dus met een reizende gidslijn. Ik neem mijn vorige passé mee. En op die manier sluit ik alles mooi op elkaar aan. Maak het voor jezelf ook altijd zo makkelijk mogelijk. Als de passé echt te breed is, splits hem dan gewoon in tweeën. Zodat je controle blijft houden over hetgene wat je aan het knippen bent en dat je lekker systematisch te werk kan gaan. Wanneer je dan de bovenkant in zijn geheel gedaan hebt, dan kam ik de zijkanten nog even bij om te kijken of het allemaal mooi op elkaar aansluit. Mocht er nog een puntje uitsteken, dan kan je het vanuit hier nog eventjes mooi op elkaar aansluiten. Je ziet mij ook constant hetzelfde werken. Ik heb dat gedaan op in de nekpartij, op het achterhoofd, nu op de bovenpartij. Ik begin altijd met mijn gidslijn in het midden. Ik werk dan eerst door naar rechts, ik ga terug naar het midden en ik werk dan door naar links. Zoals jullie kunnen zien is mijn lichaam constant op hetzelfde plek. Wat ik net al aangaf, het is gewoon het makkelijkste om te knippen als je schaar van onder naar boven wijst. Dan is je schouder laag, je arm is laag, je rug is recht. Dat knip gewoon het fijnste. Nou, ik heb de kop nu nog eventjes gedraaid, dat jullie precies kunnen zien dat ik de vorige passé meeneem na mijn kniplijn. Dus ik werk met een reizende gidslijn. Ik sleep hem naar achteren om die extra lengte aan de voorzijde erin te krijgen. En op die manier sluit ik alles mooi op elkaar aan. Wanneer ik dan heel de bovenkant heb gedaan, dan ga ik hem effileren. En zodra dat je het haar gaat effileren, moet je kijken met wat voor haarkwaliteit dat je te maken hebt. Er zijn zoveel verschillende manieren om het haar te texturizen, maar ik wil heel veel volume in het haar hebben. Ik zet mijn koepschaar schuin erin en passeesgewijs, zoals jullie kunnen zien, plukje voor plukje werk ik mijn weg naar boven. Dan helemaal op het eind, bovenop, daar zet ik nog een keer mijn koepschaar in, dat ik zeker weet dat ik met een wat dunnere punt eindig. Maar ik gaf al aan, deze koep is ook goed te gebruiken in krulhaar. Maar dan moet je wel wat voorzichtiger zijn met je effilatie, want dan wil je niet een hele pluizenbos creëren. Dan zou je bijvoorbeeld mooi kunnen inknippen en dan later misschien in de puntjes nog eventjes wat effilatie kunnen doen. En wat jullie net niet gezien hebben, kijk, ik lik aan mijn vinger een beetje. Ik knipte net in mijn vinger. Oh, hilarisch. Ja, gebeurt mij ook. Ken je dat gevoel? Je knipt in je vinger en je denkt, oeh, auw, nee hoor, geen bloed. En jawel, dan gaat het bloeden. Ik gebruik de twister, want ik wil echt in een krul wil ik eindigen. Nou, jullie kunnen zien, die dolhead die heeft misschien een heel klein beetje slag. Maar als ik de twister erin doe en ik ga het drogen met mijn diffuser, kan ik er zoveel mogelijk krulkanker uithalen. Wanneer je de twister van Kiss gebruikt, dan doe ik dat zelf altijd eerst royaal aan de punten aanbrengen. Zodra dat de punten vol zitten, dan breng ik het product aan op de hoofdhuid. Met een diffuser laat ik het haar er luchtig in rusten. Ik laat het haar ook opzij hangen, zodat het loskomt van de hoofdhuid, dat ik veel volume kan creëren. Om de krul iets rustiger te maken,
pak ik een krultang en draai daar gewoon random wat plukken draai ik eromheen. Ik pak wat plukken vast, ik kam ze niet door, want ik wil uiteindelijk geen hele gladde nette krul hebben. Het mag wel een beetje een warrige krul, mag het blijven. Dus ook geen clipje eromheen. Ik draai mijn krul, draai ik om mijn krultang heen. Een handschoentje beschermt je voor de hitte van de tang. En op die manier maak je dus een wat ruigere, losse krul die nog wel in controle is. Met de EcoSol spray van Royal Kiss zet ik het haar nog eventjes vast. Het voordeel is, het is een haarlak zonder drijfgas en die kan je lekker er nog even in kneden. Nou, je ziet hier het eindresultaat. Mooie ronde lagen, beetje ruigere krul, veel volume. Dus ik zeg succes!